mensen denken van, hey, ja, maar die arm staat helemaal niet onder die kin en hoe kan die verwurging dan zitten? Nou, er zijn eigenlijk twee verschillende soorten verwurgingen. De ene verwurging is dat je echt voor de keel, voor de lucht, een luchtverwurging, dat je de lucht weghaalt hier op de luchtpijp. En de tweede manier van verwurgen is via de halsslagaders, dus dat er geen bloed meer naar de hersenen toestroomt. Nou kijk, het verschil is dus, als ik hier zit en ik ga onderdoor met mijn arm, dan zit die echt op de luchtpijp ook vaak hier voor je. En tegelijkertijd gaat hij hier ook onderdoor, maar je kan hem ook zo maken, hè? Dan zit hij echt op de luchtpijp. Maar deze was zo, Connor had zijn kin op zijn borst. Khabib zat er wel onderdoor, maar wat heel veel mensen niet zagen is dat toch nog zijn schouder of biceps en hier aan de andere kant zijn onderarm op die halsslagader zaten. Deze arm kwam achterlangs, die gaf nog eens een keer met die pols extra druk op zijn schouderblad en vanuit hier kan je alsnog de verwurging aanzetten, maar dan zit hij alleen op de halsslagaders. Dus dat is eigenlijk het verschil.